Oké, nou, het probleem bij lippen is als mensen zich gaan storen, als ze het niet hebben. Dus je ziet het, dat betekent gewoon, mensen willen vaak wat vollere lippen. En als ze die niet hebben, dan kunnen ze zich daaraan storen en dan komen ze eventueel bij mij. Het is heel belangrijk weer om te realiseren dus dat lippen, dat je alles kan inspuiten in de lippen, maar het is dan even de vraag of het mooi wordt. Nou, er zijn een aantal fillers die heel zacht zijn en die geven een mooi plumping effect. Maar er zijn ook, maar als je bijvoorbeeld van een heel dun streepje naar een Kim Kardashian lip wil hebben, dan ga je met die dunnere fillers, dat schiet gewoon niet op. Dus dan heb je vaak een wat dikker middel nodig. En dat is, ik vind dan een mooi alternatief bijvoorbeeld een Princess Volume. Belangrijk ook is dat als je is ook de dosering van hoe je dat moet inzetten. Het feit is lippen hangt erg nauw. Het kleinste verdikkingje is dan al storend. Dus dan wil je ook iets wat heel goed gedoseerd kan worden. En ik vind dat met de TOCO producten. Die met een klein pompje gedoseerd kunnen worden, heb je dat dus wel. En dat is prettig. Je moet realiseren dus dat met lippen, dat je dat zachtjes moet opbouwen. Dus als mensen komen, dan ze hebben een beetje lip en dan zeggen ze van ja, ik wil dit. Dan moeten ze willen ze gewoon, ja, ik noem het weer zo'n Kylie Jenner lip. Dat je dat niet vaak in één keer helemaal kan doen. Dat is heel logisch. Als je dat middel wordt ingespoten en als je dan nog meer inspuit, dan drukt dat het andere weg. Dus wat je vaak nodig hebt, is dat er toch ook een klein beetje collageen moet worden gemaakt om dan eigenlijk wat meer structuur te krijgen. Als je het desondanks maar een klein beetje wil of gewoon een klein accent, dan is dat prima in één behandeling nodig. Maar dat is weer iets wat ik in een persoonlijke consult echt met je kan bespreken.